Yo, welkom. Welkom. Kom verder. Dit is mijn hok. Hier gebeurt het allemaal. Ja, kijk vooral even rond. Je bevindt je nu het is een oud biologie-lokaal. Dit hele complex was ooit een faculteit biologie van de universiteit. En deze kamer was een fotoontwikkelkamer, een doka. Ja, en dit is mijn, al 9 jaar mijn ruimte waar ik, waar ik leef, game, films kijk, tot rust kom van mijn werk. Kan je ook nog even wat buiten laten zien? Hoppatee. Kan je ook direct eventjes naar buiten loeren. Money cat. Een money cat, ja. Die zwaait mij elke ochtend goedemorgen. En dat is een echte kat. Ik heb wel redelijk wat geïnvesteerd in mijn gaming setup de afgelopen tijd. Bijna tot het punt dat ik begon af te vragen waar ben ik in godsnaam mee bezig. Dit is mijn PC-setup. Hier maak ik trouwens ook muziek. Ik heb hier mijn keyboardje staan. Nou ja, ik denk als ik deze doos laat zien, dan weten mensen al wel een beetje wat voor toestanden hier gebeuren. Ja, die hele disco-poppenkast hoeft voor mij eigenlijk niet, maar je krijgt het er gratis bij. En dan vind ik het dan ook weer zonde om het niet aan te doen. Maar in principe werk ik eigenlijk altijd op mijn laptop die hier staat. Dus het is ook een beetje, het is gewoon overkill. Dus ik game er vooral op. En als je dan hieronder filmt, kan je zien dat ik een gat heb geboord in de muur. Dat is de secret, want als je dus naar de andere kant loopt, mijn andere ruimte, dan zal je dus zien dat die kabel die vliegt door de muur. En dan kan ik hem gewoon hier op de PC aansluiten. En dat werkt echt fantastisch. En dan heb ik hier gewoon een toetsenbord en een muis. En dan, dan ben ik helemaal content. Ik had toevallig na de kerstdagen had ik mijn twee neven, die zijn nu 21, en een vriend van me had ik over de vloer. En toen hebben we samen Pro Evolution gespeeld. En dan met z'n vieren in hetzelfde team en dan een WK'tje doen, zeg maar. Nou, dat is echt magisch. We zijn helaas niet naar de finale gekomen. We zijn er ook gewoon uitgeknikkerd in de halve finale. Tegen Iran of zo ook nog. Dat was echt gênant. Maar er liggen hier wel veel controllers. Kijk, ook wel veel verschillende. Dus we hebben de N64, twee Xbox en een Switch-controllertje. Ja, kijk, ik had vroeger echt heel veel retro-speel, maar ik heb bijna alles verkocht. Tenminste, grotendeels alles verkocht, omdat ik op de duur voelde ik me een soort van me langzaamaan helemaal wit worden van hebzucht, zeg maar. Dat ik alleen maar bezig was met ik moet meer. En toen ontdekte ik op de duur dat ik eigenlijk veel meer houd van spelen dan van verzamelen. De eerste console was de Atari 2600, en die heb ik helaas niet. Ja, die hebben we heel even gehad. En daarna hadden we een... dat is wel een mooi verhaal. Ik had een vriendje vroeger en zijn vader had een videotheek. En weet je, 80s en 90s kids, die zijn allemaal volgens mij helemaal lijp gegaan op de videotheek vroeger. Dat was een beetje het analoge internet. Ik wist ook helemaal niet wat nieuw was aan games. Dus als je naar de videotheek ging, dan zag je ineens van... Yo, what the fuck, Street Fighter 2 is er ineens, weet je. En, ja, de videotheek had iets magisch, wat ik tot op de dag van vandaag elke dag nog mis. Collectors die zouden echt hun hart zien breken als ze zagen wat in dat huis gebeurde. Want er werden dus van die Super Nintendo doosjes werden daar zo geknipt, weet je wel. En die werden dan in zo'n videodoosje gedaan. En wij mochten dan altijd nieuwe games testen. En daar heb ik echt... Dat huis was voor mij gewoon magisch, want ik had thuis toen geen console. Mijn broer die had Atari gehad. Oudere broer. En... als ik dan bij dat maatje van mij, Niels, kwam, die had gewoon
alles daar, weet je. Die hadden een Mega Drive, een Super Nintendo. En ja, daar speelde ik op de Super NES altijd Zelda en Bubsy de Bobcat, Super Mario World. Ja, op de duur, daar was ik zo hyper de pieper op de Super NES, zeg maar. Dat ik op de duur zoiets had van, ik wil zo'n ding. En ja, mijn moeder had zoiets van, ja, kinderen horen buiten te spelen. Die moeten niet gamen. En ja, ik dacht, kom op mam, het is de jaren 90, let's go. Toen had ik op de duur, dat was mijn ultimate plea bargain, had ik zo'n schoenendoos, had ik een gat ingesneden. En dan had ik met huishoudfolie een folietje achter gedaan. Dan tekende ik op A4'tjes, tekende ik Super Mario levels. En had ik een ct-prikker, had ik zo de Mario uit het Intertoys boek, had ik zo op die ct-prikker gelijmd. En dan ging ik zo voor dat ding, dat was mijn tv, zeg maar. Nou, ik denk dat mijn moeder toen wel begon te zien van, dit is niet meer houdbaar, deze jongen moet dit. Dus heb ik samen met mijn oudere broer, heb ik deze unit gekocht. Jezus. Dat is echt niet normaal. Dat ding is helemaal dusty. Ja, en nou ja. Wat moet je hiervan zeggen? Ik weet nog steeds niet waar dit voor is. Maar goed, ik weet wel waar dit voor is. Dit is voor talloze uren aan gameplezier. Echt gouden herinneringen. En toen heb ik op de duur de Super Nintendo verkocht. Met 50 games, echt met zieke games, ook Battletoads en van alles. En toen hebben we dit ding ervoor teruggekregen met Shadows of the Empire en Diddy Kong Racing. 50 games geraald voor 2, ja, je wilde wat. Ja, en ik denk toch dat voor mij de golden age van gamen voor mij hier echt is begonnen. Met een aantal games, ik denk dan Ocarina of Time. Zelda voor mij echt, dat was echt een gamechanger. Ik weet nog ook dat ik de eerste keer op Hyrule Field, dat is dan de grote overworld van de game, dat ik daar opliep en dat ik gewoon naar mijn moeder rende. Ik zo, mama, je moet dit echt zien. En mijn broer en ik waren helemaal in alle staten zo van, what the fuck, dit kan toch niet? Oh, moet je kijken, grasprietjes. En nou ja, wij waren helemaal wild. En later hebben wij echt talloze avonden met twee vriendjes en mijn broer was vaste prik. Mario Kart 64 deden we dan eerst en daarna gingen we GoldenEye spelen. En nou ja, en International Superstar Soccer 64, die heb ik ook helemaal kapot gespeeld. En natuurlijk deze unit. Even kijken. Is ook niet geheel onbelangrijk. Super Smash Bros. 64. Ik heb deze destijds gekocht op mijn verjaardag voor 100 gulden. Dat weet ik nog steeds. Ik heb het doosje nog. Ja, dit was een gamechanger. En ik denk dat de N64 was voor mij gewoon ideaal. Omdat het zo makkelijk was om met z'n vieren erop te spelen, weet je wel. Die, ja, bij de PlayStation moest je dan een multitap kopen en zo, maar de N64 had het gewoon ook echt gewoon, ja, dat was echt het uitgangspunt van die console. 4 players, daar draaide het om. En ik denk dat dat voor mij, ja, dit apparaat zo speciaal maakt. Ja, ik vind het ook gewoon nog steeds een vet ding om te zien, weet je dat. Heeft gewoon iets of zo. Ik heb altijd veel racegames gespeeld ook. En natuurlijk had je vroeger ook Gran Turismo 1 en 2. En ik heb 3 op den duur gekocht van mijn eerste vakantiebaantje. Had ik volgens mij €700 verdiend in een maand of zo. Door af te wassen op Schiemen en ik Hoog. En ik heb die €700 in één dag uitgegeven toen ik weer terugkwam in Delfzijl, waar ik toen woonde. Toen had ik een PlayStation 2 gekocht, Gran Turismo 3... En een maand erop ging ik weer terug om te werken. Toen kwam ik weer terug, toen heb ik een stuurtje gekocht. En nou ja, dat is nu een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden.
Ja, die PlayStation die daar staat, daar zit ook nog wel een bijzonder verhaal aan vast, toch? Ja, zeker. Een heel bijzonder verhaal. Ja, nou ja, dat verhaal staat hier eigenlijk onder mijn kerstboompje. Dat vind ik ook wel, is ook wel waard om even uit te leggen. Want naast deze Metal Gear Rex die hier staat, en deze twee actiehelden staat een van de grootste helden die ik ken, die er helaas niet meer is. Dat is mijn goede vriend Erik, die dit jaar is overleden. Een vriend die ik al 25 jaar kende. En een gamingmaat ook echt. En hij is heel lang ziek geweest. En dat was echt een heftige periode eigenlijk, afgelopen 9 jaar. En op de duur is het zelfs zo ver gekomen dat ze een arm hebben moeten amputeren van hem. Omdat hij daar niet meer mee... Ja, daar zat kanker in. Dus toen kon hij niet meer gamen. En dat was echt... dat heeft hem echt... Dat vond ik echt heel kut om te zien. Dus toen heb ik op de duur gedacht van... Nou ja, weet je, misschien kunnen we nog iets anders doen. Nou ja, zodoende. De PlaySeat. Daar... Dan hebben we hem gewoon op de automaat. En met één arm kon hij dan toch nog spelen. Dus het laatste jaar van zijn leven hebben we gewoon ontzettend veel herinneringen gemaakt nog met Gran Turismo 7. Oh, oh shit. Ja, dat... Dat is wel heftig, man. En ik kan hem daarom ook niet wegdoen. Want ik heb toch een beetje het gevoel van... als ik dit spel dan speel en ik speel weer Gran Turismo... waarin wij samen bezig waren, alle time trials... zitten allemaal van die challenges in dat spel. Die hebben wij dus allemaal... samen zijn we die te lijf gegaan. Hij met één arm, ik met twee. En ongelooflijk hoe die gast nog aan het beesten was in dat ding. Nee, nee! Dat is mijn bocht. Super, hè? Wat dwars erbij. Ik heb dan ook bijvoorbeeld Forza Motorsport speel ik nog wel eens. En dan zie ik af en toe zijn Drivatar, weet je. Dan heb je zo'n poppetje, die heeft dan zijn naam. Die rijdt dan nog rond. Dan denk ik echt van, what the fuck. Strange times to be alive, maar... Nee! Binnenbocht. Oh nee, ik ben de laatste bocht. Oh nee. Nee. Ah, ja. Ah, ik nee. Toen ik hier net kwam wonen, was ik nog wel heel erg into het collecten, maar ook in het laten zien dat ik collect. En ergens vind ik het ook wel een beetje flauw dat je dan een gameroom binnenloopt waarin de games allemaal verstopt zijn. Maar het is een gamershuis eigenlijk meer. En ik vind het ook mooi dat ik een gamer kan zijn en daar nog helemaal in kan zijn zonder dat ik dat overal verklap, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld wel in mijn bladenmuur hangt een poppetje van Zelda, die kan je daar zien. Er zijn wel wat kleine hints. Weet je wat het ook misschien een beetje is? Waar ik een beetje in conflict mee kwam, is dat hele vol met herinneringen zetten van vroeger in mijn huis. Misschien verhinderde het me ook een beetje om door te gaan met mijn leven of zo. Dat ik op de duur zo het verleden aan het romantiseren was van de oude games en oude shit. Dat ik op de duur heb ik een hele radicale beslissing genomen. Dat was echt heftig. Ik heb echt mijn hele retro collectie heb ik op de duur gewoon verkocht via Marktplaats voor een beste smak. En die meid zei destijds van, ik wil het van je overnemen, maar dan moet je het wel komen brengen. Dus dan heb ik gewoon een gigantische rolkoffer gefixt. Heb ik alles ingedaan en volgens mij moest ik toen naar Haarlem of zo. Toen zat ik echt in de trein met zo'n rolkoffer vol met mijn oude spullen. Nou, het was echt een soort kruistocht dat ik dacht, ik moest er gewoon vanaf. Ik was te veel bezig met, dat is van mij, dit zijn mijn dingen. Kijk jongens, ik heb dit spel, wat vind je nu van mij? Toen dacht ik, fuck it man, dat gaat mij eigenlijk meer om... dat ik het zelf ervaar en niemand hoeft te zien dat ik die game heb gespeeld. Dat maakt mij gewoon meer cultured als ik die game heb. Dan vind ik het leuker om erover te praten en schrijven. En, zodoende ben ik ook in de videogamejournalistiek beland, zeg maar. Ik heb ook zelf een tijdje een website gehad. Heel niche, niemand kent het. Dat heette Cultural Delete. Deed ik samen met
twee vrienden en mijn broer. Maar dat bleek moeilijk om een community erachter te krijgen. Dus nu ben ik dus bij GameKings aan de slag. En dat is makkelijker, want die hebben nog een community. En dat is toch ook wel dat komt, denk ik, uiteindelijk valt alles nu samen. Met dat ik niet meer zo bezig ben met verzamelen, maar gewoon lekker games aan het ervaren ben. Dan heb je op de duur gewoon heel veel. Ben je gewoon belegen, zeg maar. Weet je nog hoe het was toen je thuis kwam met die lege rolkoffer? Of tenminste. Ik weet nog wel, want ik had toen allemaal briefjes van 50. En dat was ook wel de eerste keer dat ik gewoon wat meer geld in mijn leven had. En ik heb heel lang. Ik was een heel lang zo'n stuntel, weet je. Dat ik altijd een beetje, twee dagen voordat ik dan PD had, moest ik nog een tientje lenen om er door te komen, zeg maar. Ik kon gewoon eigenlijk niet zo goed met geld omgaan. Ik denk dat het voor mij een hele spirituele stap was in dat opzicht. Dat ik gewoon durfde los te laten wie ik dacht dat ik was. En dat van daaruit ook voor het eerst dat ik dacht, oh shit, weet je wel. Je kan ook gewoon verder of zo. Je kan ook doorgroeien. Dus het voelde eigenlijk wel goed. En ik weet nog wel dat ik toen die stapel geld, dat ik af en toe echt heel hebzuchtig zat te kijken. Dat was een beetje weird, maar dat ik wel ik het geld ook niet direct heb uitgegeven. Normaliter zou ik alles gewoon uitgeven aan games, maar ik dacht er nooit eigenlijk over na waarom ik dat deed. De ironie was wel dat mensen toen wel wisten van, oh ja, Jasper is een collector. Dus binnen een paar maanden had ik volgens mij alweer een donatie, Super Nintendo en Mega Drive en allemaal spullen. En toen vond ik het wel moeilijk om daar ook nee tegen te zeggen. Het was ook niet dat ik er per se mee wilde stoppen, maar het was gewoon, denk ik, tijd om een andere route in te slaan in mijn leven. En ik denk, als je ziet hoe mijn kamer eruit zag, maar ook hoe ik er zelf uitzag. Niet om mijn oude ik aan te vallen, maar of af te vallen is misschien het betere woord. Ik was gewoon heel ongezond aan het leven en ik had gewoon weinig ambities om meer te doen dan bier drinken en gamen. Dus ik moest het gewoon even loslaten. En ze zeggen altijd, hè, als je het loslaat en het komt terug, dan was het meant to be. En gamen is wel teruggekomen. Alleen wel op een mooiere manier nu, zeg maar. Ik game eigenlijk ook vooral in de winter en herfst. En ik kijk er dan ook echt naar uit, weet je. En ik moest ook opnieuw leren gamen daarna. Dat ik wel bijna boos was op mezelf als ik dan de hele dag achter de Xbox zat. Ik denk dat de eerste game, ik denk dat ik alles heb verkocht zo rond 2013 of zo. Toen ben ik er echt even uit geweest. En toen in 2015 of 16, toen ging ik The Witcher 3 spelen. En dat was de eerste game die mij er echt weer, dan moet ik denken aan Sopranos. Just when I thought I was out, they pour me back in. Nou, en toen zat ik er weer in, joh. Dat was echt weer good old, gewoon 5 dagen op een rij, wake and bake, 's ochtends wakker worden, direct die game in. En dat ik helemaal zoiets had van, oh, ik kan het nog, weet je wel. Ik kan me nog verliezen in een game. En elk jaar ben ik dan weer bang dat het me niet lukt. Maar bijvoorbeeld dit jaar was het Demon's Souls en Elden Ring. En dan lukt het toch weer. Ja, daar ben ik dan toch wel blij mee. Want het is net een beetje als gamen zie ik een beetje als drinken, weet je wel. Als je de juiste mindset hebt, kan je er echt superleuk mee hebben. Maar als je in een verkeerde mindset zit, kan het ook echt een vlucht worden. En ik heb dat wel gehad in mijn leven, dat ik echt vluchtte gewoon in gamen. Goed, je kan wel doen alsof je demons niet bestaan. Maar je kan ze ook befrienden, zeg maar. Het valt trouwens, ik moet ook wel zeggen, dat klinkt ook wel heel heftig zo, maar ik vind het in ieder geval wel gewoon, eigenlijk met alle dingen in mijn leven waar ik ben gevlucht, is het gewoon goed om er af en toe kritisch naar te kijken van, hoe wil ik dit in mijn leven houden? En ik wil game in mijn leven houden, maar zoals ik het vroeger deed, zo wil ik het niet meer. Ik hoef niet meer zo'n gigantische collectie te hebben, zeg maar. En die collectie zit nu hier, zeg maar. En daar ben ik wel, daar ben ik eigenlijk wel content mee, zeg maar. Ja. Dit is een van de videogame scenes die ik laatst vond. Dit is ook wel leuk om even te laten zien. Kijken. Battle. Let's go. Yeah.
battle. Yahoo! Oh man. Ook sound effects. Hey. Het is van Zelda. Dit wordt echt een zootje, man. Heerlijk. Je komt net op een dag dat ik een nieuw album heb uitgebracht. Ja, dat zie ik eigenlijk, ja. Dit is wel echt hard, hoor. Al zeg ik het zelf. Zelf luisteren. Hup, naar Spotify. Ja, zit ik hier allemaal waar? Dat kan toch niet? Videogame muziek, daar ben ik echt door geïnspireerd. Dat was echt wel de shit gewoon, weet je. Ik bedoel, de manier waarop videogame muziek is opgebouwd is zo anders als gewone muziek. Het heeft veel minder dezelfde manier van je moeten pakken, weet je. Binnen 5 minuten is het nog niet klaar. Sommige videogame songs zijn bijvoorbeeld ook dynamisch, weet je. Er veranderen dingen als je de situatie verandert, ja. Bijvoorbeeld Final Fantasy heeft hele vette tracks, weet ik zo uit mijn hoofd. En ja, even denken. Zelda natuurlijk, soundtrack van Zelda, maar ook, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het is mijn favoriete game ooit, het is nog wat ergste. Shenmue. Elke tijd in de geschiedenis van de mens is uniek, maar bepaalde tijden, als je daarin opgroeit, die blijven gewoon meer bij. En ook de sounds en gewoon de hele cultuur van die tijd. Ik denk dat Shenmue is een jaren 90 game die zich afspeelt in de jaren 80 en die ik speelde in de 2000 era. Dat is alweer een hele rare stapeling van culturele layers, zeg maar. Een soort spekkoek van allemaal tijdsgeesten door elkaar heen. Nee, is niet deze. Deze, het plaatje valt ook wel goed samen hoe de track ongeveer. Hier heb ik dus allemaal Mario Kart 64 samples ingeflikkerd. Nou ja, dit is. Dit is echt voor de idioten. Stoot. Vooral dit stukje vind ik vet. Komt ie. Dat is letterlijk de Rainbow. Hoe heet die? Royal Raceway van Mario Kart 64. Nou ja. Goed, in ieder geval dan. Ja, weet je. Dat is wel duidelijk dat hier ook wel videogame-inspired muziek wordt gemaakt. Dus ik denk dat eigenlijk ook om terug te komen wat ik eerder zei. Dat ik op de duur de verzameling, zeg maar, van de wereld buiten mij naar de wereld binnen mij heb getrokken. Dus ik denk dat games mij gewoon sowieso heel erg inspireren. Om, ja, ook in beeldend aspect, zeg maar, om gewoon, ja, mooie werken te maken. Maar ook zeker in geluidsaspect gewoon. Ik heb, ja, weet niet, videogames hebben gewoon zo'n mooie rol gespeeld in mijn leven of zo. Ook wel eens een minder mooie rol, maar uiteindelijk de relatie die ik er nu mee heb is van, ja, ik vind het zo'n prachtig medium, weet je wel, waarin. Ja, eigenlijk. Hoe zeg je dat? Niet heel toevallig ligt hier ook een mooi filtje van ook weer zo'n invloedrijke klapper. Ja, weet je, het is overal altijd geweest in mijn leven. En het brengt echt gewoon mijn liefde voor lezen, mijn liefde voor muziek luisteren, mijn liefde voor, ja, film. Het brengt alles samen.